Wat gekheid. Wat gebruik je voor? Dankjewel. Ja. Goedemorgen. Jezus. Wacht even hoor. Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe video. Vandaag is het de dag voor kerst. Dus vanavond is het kerstavond. En oh, mijn batterij is leeg. Nee. Vandaag komen vrienden van ons komen bij ons gourmetten. Echt zo gezellig. Ik hou daar echt van gourmetten helemaal met kerst. Steve en Mars, dat zijn vrienden van ons. Steve zit bij Willem in de band. En ze hebben ook een dochter, Nova Soel. Die hebben jullie denk ik al wel eerder gezien in mijn vlogs. Dus zij komen vandaag gezellig langs. En dan gaan we gewoon thuis chillen en dus gourmetten. En morgen komen mijn ouders eten. En ik denk dat zijn ouders ook komen eten van Willem. Dus we hebben dan, gaan we vandaag en morgen gaan we gourmetten. Lekker makkelijk. Tweede kerstdag. Dan is mijn moeder jarig. Dus dan ga ik met Tetje naar Den Haag. Dus dat ga ik eigenlijk doen met kerst. En ik heb eventjes alles schoongemaakt. En honden zijn buiten, ja, honden zijn buiten. Echt waar? Ja. Wat is je haar lang? Ik heb ook knuffel voor haar meegenomen. Voor mij nog hebben. Oh, dat is zo lief van jou. Ik heb nog meer knuffels. Deze mag ze van mij houden. Weet je het zeker? Ja hoor, ik vind hem niet heel leuk. Die is zo leuk. Ik vind hem niet heel leuk. Oh, dus... Mwah. Dankjewel. Tetje. 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 Zullen we haar gaan halen? Ja. Langs de hondjes. Komt helemaal goed, schat. Ted heeft echt 3 uur geslapen of zo. Dat is echt heel lang. Heel lang, hè? Ja. En nu gaan we Nova Soen en ik haar uit bed halen. Kijk wat ze doet als ze alleen jou ziet. Wacht hier. Zit hier. Ja. Zit hier. Tetje. Ik licht even aan. Ted, is dat jouw vriendin? Kijk hoe leuk ze het vindt dat ze jou ziet. Kom maar, liefie. Kom hier eruit. Oh. We gaan lekker gourmetten vandaag, schat. Lekker grillen. Hier, er is een heel fatsoentje. En we gaan cadeautjes uitpakken. Oh. En we hebben nog iets voor jou. Misschien moet ik het als verrassing doen. Ja, voor vanavond, hè? Ja, maar die knuffel. Oh, die knuffel vindt ze wel heel leuk, denk ik. Ja. Ze zegt trouwens Marcia. 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 Ze zei dat gewoon van de week. Gisteren of vanmorgen zei ze het. Ted, Marcia. Kom maar. Nou, gaan jullie samen spelen, meisjes? Heb je een mooi knuffeltje gekregen, hè? Heb je al een dikke... Oh, geen kus geven aan Poppy. Je moet een kus geven aan Nova Soel, want die heeft hem aan jou gegeven. Ja. Ah, oh, ze komt bij je. Kusje, hè? Geef maar een kusje aan Nova Soel. Ook niet slecht, hè? Het is toch gezellig? Pakjesavond. Oh, sorry. Eet jij? Doe maar voor me. Ja, jij maakt maar open, schat. Boekjes. Oh, die is leuk. Dat is een van Dick Bruna. Toch? Ja.
Dit is een boekje met glaasjes. Kerst. Over, ik zal het met... Oh, wat lief. Kerstmis. Het is kerst. Wat weet ik? Ik. Ja. Leuk, Kitted. Geef maar een kus. Wat lief, dankjewel. Dit is eigenlijk misschien meer voor de ouders. Jullie mogen het openmaken. Oh, dit is, maar het is wel voor ouders. Dit is een tuk. Nee. 17. Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Een tuk en een 17. Maar dat is meer voor de ouders. Een tuk, ik weet niet of die er nog zijn eigenlijk. Geen idee. Vroeger de tuk en de 17 waren van die seksboekjes. Oh. Ik lag altijd bij de benzinepomp. Ja, precies. Ik ging altijd jatten. Wat is het? Wat is het? Even kijken, dit is een Bigulie Sustainable Fresh Keeping Food Wraps. Oh. Wat is dat? Hey. Dat is van dat... Dat is voor over de potjes. Ja, of over een boterham en in plaats van plastic zakjes. Ik dacht, jullie zijn van die vrije schoolouders. Wat leuk! Nee, dit zag ik gewoon in het vorm van het praktisch. Ja, Bigoodies. Wat handig dit. En dat zijn van die antibacteriële shizzle. Dat ziet er echt heel leuk uit. Ik doe hem allebei op. Oh, ja. Oh. Dat is voor jullie allebei. Oké. Okay. Dit is alleen van jouw Insta-stories post. Oh jee. Oh. Insta-stories. Hey. Hey, is dat een kookboek? Ja. Maar je zei toch sinds ik moeder ben. Nou, dit wordt dan een hele uitdaging. Oh, lekker. Ja, mooie foto's. Zeker. En hierop? Indo Rock. Oh, zie je waar ik hem open gooi? Camping. Oude camping magneet. Ik kan niet wachten, hè? Nee. Laat het komen onder de boom. Mag ik hem openmaken? Nee. Oh, leuk dit. Helemaal trillen. Ik heb een elektrische. Oh, nu. Ik ga echt mijn tanden poetsen. Voorbij je nieuwe tanden. Kijk, kom ook even kijken. Moet u het al? Ja, die heb jij nog nodig. Mama, moet u het al? Oh, niet aantrekken. Dat er nog kinderen zijn die blijven met een tandenborstel. Wat is het voor tandenborstel? Laat hem even zien. Een elektrische die ik echt wil. Oh, van Frozen. Ja, ik wil heel graag een elektrische. Eindelijk kun je tandenborstel zeggen. Heb je al die jaren je tanden niet gepoetst? Jawel. Ik heb gisteren nog mijn tanden gepoetst. Hij is echt heel gaaf. Ik ben zo... ook kerstman. Ja. Ja. Dankjewel. We gaan nu eventjes met z'n allen aan de keukentafel eten. We gaan aan de bakplaat zitten. Gezellig. Lekker. Lekker brood. Ben je al begonnen? Ja, zeker. Ben je met vier bezig. Honger. Dit is wel echt kerst. Kerstig, hè? Is dat papa? Dit nog niet eens. Papa en Thijs. Kerstavond. Maar die wordt in het buitenland, dus deze avond het belangrijkste. Want toen ik in het circus werkte. Vooral die Russen en die Polen. Sorry, ik had het zo om lachen. Toen ik ze dat zeg. Nee, maar serieus, dat was kerstavond. Ja, Thanksgiving of zo. Nee, kerstavond is het belangrijkste. Oh. Papa, ga jij even. Was born on Christmas Eve. Oh, oh ja, zeker. Oh. Papa, wil jij even? Betekent dat hij dan vandaag geboren is? Ik vijf keer. In de, wanneer is hij geboren? Nee, kerstmis. En wat ze zeggen, dat was kerstmis. Ja, maar ja, in de tekst zingen ze, Jesus Christ was born on Christmas Eve. Day. Toch? Kerstmis! Kerstmis!
hummus met de pan. Oh ja, gezellig. Cheers, meiden. Teddy, cheers. Teddy, cheers. Cheers. Teddy, cheers. Steven, selfies aan maken van... Lijkt dat die foto's van de muur aan maken is. Teddy. Ted, lachen naar de foto. Ik wist het steeds. Ja, bril alleen erop steeds. Ah, lijkt nog Ted ook proost met iets. Nee, dat is wel brood. En dat is wel echt een saus. Ted, ben je moe, Ted? Oh, kijk, Ted. Het duurde echt heel lang, die grap. Hond. Kus. Ah, oh, liefie. I love you. En we gaan nu naar bed. Nova Sue, Steve en Mars die zijn naar huis. Die moeten namelijk echt nog 3 uur in de auto zitten of zo. Ah, kopstoot, kus. Hey. Wij gaan lekker naar bedje toe. Ga maar zwaaien, zeg maar tot morgen, kijkers. Ja! Merry Christmas! Huh? Merry Christmas, hondjes! Wat een ochtend, hé. Kijk nou hoe mama eruit ziet. Jij bent zo'n zonnestraaltje. Dad! Merry Christmas, Dad! Dit is het lekkerste wat er is. Nou, goedemorgen. Het is bij ons dus nu eerste kerstdag. En vandaag wordt echt een pyjama kerst. Slechte moeder. Leuk kittetje. Goed zo, schat. Ga je lummelen met papa? Ja, die was best wel knap. Goedemorgen. Het is vandaag tweede kerstdag. Gisteren heb ik eigenlijk niet zoveel gedaan. Het was gewoon pyjama dag thuis. Vandaag is mijn mamsie jarig. Dus we gaan zo meteen naar Den Haag toe. Willem moet jammer genoeg optreden. Dus ik ga zo meteen naar Den Haag rijden. Ze slaapt nu nog. Dus als ze zo wakker is, gaan we de auto in. Dat heb ik aan vandaag. Deze top heb ik best wel een tijdje. Die had ik ooit bij ASOS gekocht. Maar die is volgens mij van Misguided. En ik kreeg heel veel vragen laatst na mijn video van... Van het feestje van Ted kreeg ik heel veel vragen daarna naar aanleiding van de kleding die ik aan had. Dat ging dus over deze broek. Ik vond hem ook wel kerstig. Of je het kan zien. Maar voor de mensen die dus nu kijken die dat zich afvroegen. Another stories. Oh, wat moeten we voor kerstkleren bij jou aandoen, Ted? Schat. Hallo. Oh, even wakker worden. Binda baby. La la la. Merry Christmas. Ted, oma is jarig. Oma is jarig, Ted. Gaan we oefenen? Hyper de piep. Hyper de piep. Nou, zo komen we niet binnen op het feest, hoor. Oh. Ja, oh. Hyper de piep. Hoera! Mag ik even een knuffel? Hallo? Kerstmis! Hey. Hi mama!
Basje en Robin, hè? Ze zat net in de auto al. Basje. Doe even met mij knuffelen. Oh nee, ze wil niet. Mam. Ik wil bij oma. Hallo. Hey. Oh, is dat heet? Ja, nee. Bibi. Nee? Hallo. Bibi. Hey. Chat, wat is dat? Cadeautje? Heb jij dat gehaald, Rob? Limited edition. Oh, echt een fluffy. Nee. Lief. Konijntje, Ted. Hoe doet het konijntje? Van jou. Van tante Robbie gekregen. Tante Rob een kusje. Oh. Wat was je aan het doen? Was je aan het bidden? Was aan het smoesen met je moeder. Ja, ik zag het. Ik had het op beeld. Waar, heb jij de peertjes gemaakt dit jaar? Nee, gelukkig niet. Dan waren we allemaal lam geweest. Maar waren jullie allemaal nu onder ons geweest. Van de geur. Mijn oma heeft een keer de peertjes gemaakt met alcohol. Dan waren we allemaal lam aan het eind van de avond. Dat idee. Ted, wat is dat? Ted. Wat heb je mooi gekomen? Ben je helemaal kerstdag? Schijnlijk. Papa. Hallo wijfies. Hallo, geef mij even een kus. Kus. We hebben vooraf een garnalencocktailtje. Lekker. Wie is dat kind? Nee. Sorry. Plus ook een garnaaltje, Ted. Wat vind je daarvan? Oh. Oh-oh. Ted, kijk wat oma heeft. Nee jongens, ik heb gewonnen. Wat leuk. Ik heb gewonnen. Hoezo? Ik heb deze. Bon appetit. En ik wens, hè? Nou, wat ik wens is dat ik zonder leesmiddel kon lezen. Ja. Ik ben naar je eind. Ik ben naar je eind. Ik ga lekker zitten dan, jongen. Misschien kan Bibi het voorlezen. Oh, sommigen zijn wel een beetje vreemd. We hebben mensen die er saus bij willen. Op geluk moet je niet wachten. Je moet het tegemoet gaan, man. Oh. En ik heb... Gelukkig zijn betekent niet perfect. Ik heb strooivriendelijkheid. Een stront? Oh. Strooi. Een strooi. Dat doe jij al. En jij, wat heb jij? Strooi niet met melk. Favoriete plekje bij je rampje. Basje? Basje. Is dat Basje? Ga je lekker liggen bij Basje? Hey Basje, kusje. Ah. Nou. De eerste volgende keer ook. Maar jij bent ook rustig met haar, dat vindt ze fijn. Waar is Basje? Waar is Basje? Basje. Ja, het is Basje. Ah. Ah, lieve man. Ah, Basje kusje, Ted. Geef Basje kusje, Ted. Ah, mwa. Doei allemaal. Dag. Zwaaien. Dit is mijn hoofd na kerstmis. Ik ben thuis aan het werk. Ik ben video's aan het editen en wat nieuwe video's voor mijn Instagram TV. Waar ik heel veel zin in heb. En mijn moeder is aan het oppassen samen met Robje, mijn zusje, op Teddy. Dus die zijn lekker de stad in. Het is vandaag zaterdag. We hebben alle kerstdagen en extra kerstplusdagen achter de rug. Het is nu 3:00 middags. Ik ga nu eventjes... mijn werk voor vandaag afmaken. En dan ga ik ook naar de stad. Want we gaan uit eten gezellig. Nee, een stukje stophoesten. En nu gaan we afspreken bij een restaurantje. Waar je echt zoiets lekkers kan eten. Namelijk patatje rendang. En dat is dus rendang. Dat is een soort Indisch stoofvlees. Met patat.
Stilzitten. Oh, zo ken ik je helemaal niet. Nee, dat doe je anders niet... nooit. Oh, sorry. Hoi, moet je voelen hoe koude handen mama heeft. Dus het was geen succes? Ja, je valt uit wel. Oh, nu net gewoon, nu jullie hier zijn. Het is jou voor jou, dat ik voor jou ben nu. Ah. Nou, moet je ophouden hoor. Ja. Aladdin? Is dit Aladdin? Yay, wat een lief cadeau. Dat is jouw vlog. Leuk. Leuk is dit cadeautje. Aladdin shirt. Is dat wat je wil? Oh, nou, ik moet erachteraan. Oh nee, krijgen we dit ook weer? Zitten. Oh my god. Jongens. Ga zitten op de billies. Zal ik met mijn sjaal een instructie maken? Oh! De poot in de fik. Kind in de fik. Uit eten gaan met een baby. Slechtste idee op de wereld. Uit eten gaan met een vreepuik. Slechtste idee. Gekheid. Wat gebruik je voor? Dankjewel. Nu tequila. Nee, zout, tequila en chitonia. Ja, dat is zij dan. Ja, als jij jullie nou ook even in ons hebben, allemaal nul smoot gehad. Nou, nee. Ja. Maar zo. Welk nummer is het? Daar is die dan eindelijk. Het Frittike Rendang. Waar twee werelden elkaar ontmoeten. Eten, lekker. Hond 1, hond 2, hond 3. En hondje 4. Mijn moeder ligt op een skippy. Wat gebeurt hier? Je wordt aangerand door Bobby. Schatje. Het is maar een grapje. Het is maar een klein hondje. Kom maar bij mama vluchten. Wat gebeurde er? Was je bang? Ze zit gewoon voor de gek. Ze zit gewoon voor de grap. Wat oma is gek aan het doen met de hondjes. Kom maar. Oma is part of the wolf pack. Kom. Kijk, dat is net als Lady in de Vagebond. Wat is dat? Nou, dit is dus onze meidenavond. Oh, jullie komen nu allemaal bij mij. Ja, jij trekt honden aan. Hé hey Lars. Chef, ga van de bank. Bobby, ga van de bank, lummel. Bobby, je bent goor. Oh, wil je hem eraf halen, schat, alsjeblieft. Ze mogen helemaal niet op de bank. Ja, Bob, ja. Yeah. Gekke Bob. Ze zijn blij dat ze een logeetje hebben. Sammy. Sammy is helemaal gek. Maar Sammy is er ook echt. Ja. Nou. Je ziet dit? Dat gaan we jou naar bedje brengen. Nee, je gaat er zelf naartoe. Kleine afstuur.
Wat? Sammy pikt het niet langer. Sammy pikt het niet meer. Sammy is de enige teef hier zo. You little bitch. Een boekje lezen. Ah. Ah. Nog even een boekje lezen voor het slapen gaan. Oh, hij doet het niet. Nee, niet daar. Moet hem gewoon in de stekker doen, schat. Dan doet hij het. Ik ga even een wasje doen. Daaruit halen. Nou, Zo, nou, dit was het een gezellig einde van mijn gezellige week. Nou, dit was het. Dit was een gezellig einde van mijn gezellige week. Ik ga even een normale lamp. Zo, nou, dit was een heel gezellig einde van een gezellige week. Ik hoop dat jullie ook allemaal gezellige kerstdagen hebben gehad. Ja, dus dit was mijn kerstweek. Vooral heel veel gegeten. Lekker gegeten. En ik ga nu zo Ted naar bed brengen. Ik ga ook lekker mijn pyjama aandoen. Als ik nog wat zeg. Nee. Oké, jongens, fijne dagen. Doei!